Dit is hem. Wanneer heb je dit schilderij gemaakt? Nou, kijk maar, nou, op de achterkant is heel lang geleden al. Dat is toch hout? Ik werk nu met aluminium achterkanten. Maar dit is wel even geleden. Dit heb ik een paar jaar daarna gemaakt. Twee jaar daarna, geloof ik. Drie jaar daarna. We liepen hier eerst naar buiten. Ik had zoiets van... ik moet hem nog even bedanken. En dat heb ik ook gedaan. En toen zijn we naar zijn auto gelopen. Ja, er wordt mediapark, ambulance, politie, snel. Snel, Radio 3FM, meneer Fortuyn wordt hier neergeschoten. Snel, mediapark. Ja, wat zegt u, wie wordt er neergeschoten? Meneer Fortuyn, hier, snel, kom op, ja. Mediapark. Wij komen die kant op. Oké, snel. Heb jij het wapen ook zo in zijn details en alles ook goed gezien eigenlijk toen? Of heb je het wapen later gezien? Het wapen later gezien, ja. Dat hebben ze aan je laten zien? Nee. Ik heb wapen, hebben ze op foto's laten zien. Het fysieke wapen heb ik nooit... Je hebt hem nooit gezien? Nee, want ik moest... ik moest eerst mijn tas inleveren. Die had ik voor mijn hoofd, daar is doorheen geschoten. Het eerste schot, ja, dat is zo loeihard. En we stonden zo dicht bij elkaar, hij had me vast zo. Ja. Want dat was met het flesje wijn en dat bedanken. In een nanoseconde dacht ik nog, want ik kom van BNN... en daar deden we altijd strijkers in de wc onder de deur door. Bam! Dus ik dacht nog in een nanoseconde, oh, is een flauwe grap. Totdat ik een tweede kwam. En dat gaat zo snel. Maar dat salvo, dat gaat er nooit meer uit het hoofd. Bam, 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 bam. En nog één en nog één. En toen was het klaar. Dus en de laatste, weet ik nog, dat was uit de heup van Volkert. Dat was, denk ik, zelfs nog een adrenalineschot. Jij verkrampte, wat gebeurde er, Ruud? Want hij hield jouw arm vast, hè? Ja, maar het was al gelijk klaar. Ik bedoel, ja. Hij zakte in elkaar. En net dat beeld kennen we allemaal nog, met die knieën naar voren en dat hele oncharmante. Ja, ik ben... vrijwel direct gaan rennen. In een hele onlogische richting, namelijk in de schotrichting. Maar ja, je doet wat. 10-3 bij het audiocentrum, Radio 3. Daar zou geschoten zijn. Ja jongens, we krijgen wat info dat ze mogelijk achter de dader aanlopen. We krijgen zo meer info. Hier is mijn schot. Hans Smolders is over mij heen gesprongen, over Fortuyn. En die is achter Volkert aangegaan. Die kreeg een zwarte waas en dat is echt voor altijd wel een held hoor, wat dat er gaat. Die wist natuurlijk dat het magazijn nog niet leeg was. Hij heeft een bruin jasje en een zwart petje aan. Hij loopt nu lager naar de weg. Bij de Texaco zou mogelijk te daar lopen nu. 10-5. Onder controle, daden vast. Ik wil de bevestiging horen. Ik hoop gewoon dat die partij van hun zegt, we gaan gewoon door. Wij gaan gewoon ter nagedachtenis aan hem. Gewoon doorgaan moeten ze. Doorgaan. Pim, het grote erfgoed wat jij achterlaat, is dit ene spreekwoord. Verander de wereld, maar begin bij jezelf. Respect voor elkaars mening houdt natuurlijk ook in dat je elkaar daarop kunt bestrijden, maar met woorden en niet met kogels. Dit is het type wapen dat is gebruikt bij de moord op Pim Fortuyn. Een Firestar M43. Waar komt het moordwapen vandaan? En welke route heeft het afgelegd voordat het werd gebruikt voor deze politieke moord?
Op het moment dat Fortuyn wordt doodgeschoten, is het ruim een week voor de landelijke verkiezingen van 2002. In de ochtend van de moord kopt de Volkskrant LPF grootste. Pim premier. Het is de eerste politieke moord van Nederland sinds de 17e eeuw. Het Rijksmuseum heeft na het proces gevraagd of ze het wapen als historisch object in hun collectie mogen opnemen. Hier in hun depot in Amersfoort ligt het in een kluis. Is hij onklaargemaakt? Nee. Hij werkt eigenlijk nog. Ja, hij valt onder de wapenwet. Daar heb je een vergunning voor nodig, toch? Ja. Ja, het Rijksmuseum heeft een vergunning. Kijk, daar hangt een labeltje aan. Ik doe even de kluis dicht. Dit wapen is direct na de moord in beslag genomen en nooit eerder aan de buitenwereld getoond. Daar ligt hij. Mag ik hem wel van dichtbij bekijken? Of in ieder geval aanraken? Ja, aanraken, dat doe ik. Ja. Het handelen. Nee, maar je mag hem van dichtbij bekijken, uiteraard. Waarom wilde het Rijksmuseum het wapen hebben? Hoe je het ook went of keert, dit wapen is natuurlijk heel sterk verbonden met geschiedenis in Nederland. En ja, dat is de overweging geweest. Het gaat over een politieke moord. Daar hebben we er niet heel veel van. Hè? Ik moet aan de Gebroeders de Wit denken en natuurlijk Willem van Oranje. Ja, ik was al geneigd te zeggen dat is uniek. Maar als je dan weer even wat verder gaat graven, en dat doen wij graag in het Rijksmuseum, ja, dan zijn er natuurlijk wel andere momenten geweest van waar je zou kunnen spreken van een politieke moord. Maar het blijft natuurlijk een hele schokkende en dramatische en bijzondere gebeurtenis. Waarmee dit ding heel direct verbonden is. En over de herkomst van het wapen, hebben jullie daarnaar gekeken? Nou ja, kijk, voor ons is de herkomst natuurlijk in kaart. Het is een Spaans pistool wat dus gemaakt is in Baskenland. Het is ook wel interessant, je kunt zo'n ding ook lezen, hè, hoe die heet, Firestar. Je kunt iets zien van die fabriek, het logo van de fabriek staat erop, Star. Ik zie het serienummer niet. Ik zie Star, Ibar, ja. Spanje, het logo. Ik denk aan de andere kant. Ja, precies. Als we hem omdraaien, meen ik dat we dat serienummer wel kunnen lezen. Hier. 1909-659. Ja. Er werd gezegd dat het was weggeveild. Het serienummer. Ja. Naast het serienummer en de fabriekskenmerken is er nog iets opvallends aan het wapen. Er zat namelijk een DNA-spoor op. Op de patroonhouder van verdachtes pistool is celmateriaal aangetroffen. En dan doel ik niet op het bloed dat terug te brengen is op het slachtoffer. Het DNA-profiel van dit celmateriaal komt niet overeen met dat van de verdachte, maar wel met het DNA-profiel dat is aangetroffen bij een ander misdrijf. En dat is een misdrijf gepleegd in december 2001. Dat andere misdrijf was een ramkraak op een juwelier in Emmen. Hier op deze beelden zien we hoe juwelier De Nijs bij een zoveelste overval op zijn zaak de daders achterna gaat. Bij de ramkraak in 2001 op zijn zaak verliezen de overvallers een bivakmuts met daarin een DNA-spoor. Op de bivakmuts die in Emmen bij die snelkraak is aangetroffen, ging het om een speekselspoor in die bivakmuts. Een opengeknipte mouw staat er in het dossier. En daar zijn speekselsporen in aangetroffen. Dat was onder andere een spoor dat toebehoorde aan een van de verdachten, de daders van die kraak. En een ander speekselspoor in die bivakmuts was van een onbekende persoon. En het DNA daarin matchte dus met het DNA op het... op de patroonhouder.